Ik was er eigenlijk een beetje in contact gekomen via Pan. Dat is ook dat zijn bekende gayfeestje in Utrecht. En toen zag ik dat er daar geflyerd werd voor Anteros, voor een LGBT-vereniging in Utrecht. En toen heb ik tijdens de uit, volgens mij ben ik een beetje langsgekomen tijdens een van onze wekelijkse borrels bij Body Talk. En toen zag ik zoveel leuke mensen en ik werd echt gelijk binnengetrokken. Dat was echt gewoon, ja, het was echt heel mooi om dat te zien. Dat was echt, heel mooi. Iemand die bij Anteros zat en ze had wel verhalen verteld over dat het heel gezellig was. En ja, toen ben ik lid geworden, ben ik meegegaan op introkamp en de eerste borrels heb ik gedaan. En toen vond ik het heel erg gezellig en sindsdien ben ik gebleven en ben ik er bijna elke week. Ik denk dat het gewoon echt een toevoeging is aan je studentenleven, want je kan heel erg vrijblijvend, kan je naar borrels gaan, niks is verplicht, we hebben allemaal leuke activiteiten. En er zijn natuurlijk ook heel veel gayfeesten waar we eigenlijk altijd naartoe gaan, er is bijna elk weekend wel een feest en dan heb je gelijk mensen om mee te stappen. Iedereen is hier gewoon altijd welkom, dus je bent gewoon van sprekende mensen hier binnenkomen, meeborrelen, gezellig doen. Ja, dat is eigenlijk een beetje de identiteit van Anteros. Je kan altijd een mailtje sturen naar bestuur en dan krijg je een borrelbuddy die met je meegaat naar de borrel. En kan je zo makkelijk mensen leren kennen en aan iedereen voorgesteld worden. Het idee van een studentenvereniging is dat je juist even buiten je eigen studie komt en dat je met mensen van andere studies in aanraking komt. En dat heb je hier ook, met als voordeel dat iedereen tot de doelgroep behoort en dat je gelijk jezelf kan zijn. Je hebt ook helemaal geen coming out of zo. Dat is toch fantastisch?